De Hoge Raad in Nederland heeft vandaag besloten dat het Openbaar Ministerie van Haarlem de 19,5 miljoen euro die in 2018 op verdenking van witwassen in beslag was genomen, vooralsnog niet terug hoeft te geven aan de drie commerciële banken van Suriname. In december 2019 had de rechtbank in Haarlem beoordeeld dat het geld niet in beslag genomen mocht worden. Volgens de rechtbank was de inbeslagname in strijd met het internationale publieksrecht, maar de Hoge Raad had een andere motivatie, zegt Aldo Verbruggen, advocaat van Hakering Bank. De Hoge Raad heeft gezegd dat een bepaalde bepaling uit een verdrag dat niet geratificeerd is, maar toch een VN-verdrag, geen codificatie was, geen vastlegging van gewoonterecht en kon op die manier de handen vrij houden om anders te oordelen. Voor de partij in beslag genomen geldmiddelen betekent dat in ieder geval dat die niet op heel korte termijn weer terug moeten. En voor de zaak betekent het dat de uitkomst in de kern onzeker is. De zaak gaat terug naar het Hof. Het gerechtshof te Amsterdam moet dan kijken wat het wil doen. Dat betekent dat het gerechtshof opnieuw moet kijken naar het argument van de immuniteit. Maar dan wel met inachtneming van het oordeel van de Hoge Raad en de daarin gegeven definities. Maar het betekent tegelijkertijd ook dat alle andere argumenten die we hebben aangevoerd, en dat waren nog drie zwaarwegende argumenten, opnieuw gewogen moeten worden en ook beoordeeld. De beslissing van de Hoge Raad is teleurstellend, zegt Verbruggen. De Hoge Raad heeft het vonnis van de rechtbank van Haarlem vernietigd. Hierdoor moet de zaak opnieuw behandeld worden, legt de advocaat uit. De 19,5 miljoen euro werd door tussenkomst van de Centrale Bank van Suriname verstuurd, wat maakt dat de moederbank als staatsorgaan immuniteit geniet. Maar volgens de beslissing van de Hoge Raad klopt dit niet. Met deze nieuwe ontwikkeling is het onzeker of het geld teruggegeven zal worden aan Suriname. Uitkomst kortom onzeker. En heel erg vervelend, het gaat nog een tijdje duren. We zullen wel aandringen op een spoedige behandeling. Maar daarvoor zijn we dan wel aangewezen op medewerking van Hoge Raad en Gerechtshof. Ik kan me voorstellen dat met name die onzekerheid tegen de achtergrond van het tijdsverloop, in beslagname april 2018, beschikking van de rechtbank december 2019... en dan uiteindelijk een uitspraak van de Hoge Raad juli 21 en dan nog een aantal jaren onzekerheid. Ja, dat moet erg onbevredigend zijn, met name omdat dat beslag zo klemt. Uitkomst onzeker, tijdsverloop onzeker, wordt vervolgd. En door de aanhouding van de 19,5 miljoen euro is er een tekort aan Amerikaanse dollars ontstaan, waardoor dit een grote impact heeft op de Surinaamse economie.